Een Breda's administratiekantoor werd donderdag even omgetoverd tot filmset van de populaire Pools-Nederlandse webserie Samen.pl. De makers van de serie, voor een groot deel Polen die in Nederland wonen, willen de Poolse en Nederlandse culturen samenbrengen en meer wederzijds begrip kweken. En dat op een luchtige manier met een goede dosis humor. De serie gaat over een Poolse dame die in Nederland studeert. Uh, en die Poolse dame heeft natuurlijk haar eigen leven hier in Nederland. Uh, en dat bouwt ze samen met een Nederlandse partner. Uh, het idee is om juist verschillende culturen bij elkaar te brengen om juist uh, de stereotypen te laten zien op een hele grappige manier maar niet om mensen belachelijk te maken maar juist om uh, van elkaar te kunnen leren. En dat vind ik het allermooiste ervan, dat we hele leuke clichés van de Nederlandse cultuur kunnen zien. Maar ook natuurlijk van de Poolse uh, stereotypische uh, gedrag uh, op beeld kunnen zien. En dat we gewoon van elkaar uh, kunnen zien, uh, het grappig vinden en heel veel kunnen leren. De serie wordt op verschillende plaatsen in Nederland opgenomen. Eén keer eerder al streek de productie neer in Breda. ...toen er een scène gefilmd werd op het Poolse ereveld. We hebben wel vaker in Bredag opgenomen. Daar hebben we een van onze mooiste scènes opgenomen. Dat hebben we op Maciek Memorial gefilmd... ...waar generaal Maciek met zijn soldaten ligt. Nou ja, dat is voor ons Polen heel belangrijk. En daar hebben we een hele mooie scène van gemaakt één jaar geleden... ...en daar zijn we heel trots op. Het nieuwe seizoen wordt vanaf het najaar uitgezonden, maar voor het zover is moet er, net als vandaag, nog veel scènes opgenomen worden. En dat is een behoorlijke klus. Nou ja, een productiedag begint met, uh, ja, we komen aan op de set. En dan gaan we alles uitladen. We gaan kijken waar we gaan filmen en uh, wie we gaan filmen. Dus we, gaan, uh, we beginnen met repeteren. We beginnen met het uitkiezen van uh, wat frames. En dan uh, gaan we aan de slag met het, uh, met het filmen van een scène. Vandaag hebben we maar één scène om te filmen. Dus dat is uh, lekker makkelijk. Uh, maar normaal gesproken hebben we toch wel twee of drie scènes. Dus dat is wat, uh, wat meer. Het is wat drukker. De serie leeft niet alleen onder de Poolse gemeenschap in Nederland, maar deze wordt ook betrokken bij de productie. Zoals het Pools-Nederlandse administratiekantoor, waar vandaag even hele andere dingen gebeurden dan de administratie. Nou, wij vonden het eigenlijk een leuk idee. We vinden het leuk om uh, het uh, Poolse gemeenschap, zeg maar, uh, meer aan het ook Nederlands publiek uh, te laten zien van hoe wij zijn. Uh, wat zijn onze culturen, onze trekjes. Maar ook uh, om aan de Poolse gemeenschap het Nederlandse samenleving te laten zien. en hoe uh, die met elkaar uh, te verbinden. Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. En dat gevoel leeft bij de hele crew. Ik ben zelf een, uh, een Nederlandse pol. Uh, ik ben wel in, uh, in, uh, in, uh, niet in Nederland geboren, maar uh, ik ben hier uh, naartoe gekomen toen ik 14 was. Dus al die um, cultuurverschillen zijn heel uh, ja, bekend voor mij, uh, dicht bij, bij mijn hart. Dus het is ook heel leuk om aan zo'n project mee te werken. En uh, ja, uh, hopelijk kunnen we ook een stukje Nederlandse cultuur aan de Poolse kijkers uh, laten zien en andersom ook.